Hoi. Nou, hoi, Abies. Ja. Nou, ik ben supergoed. Hoe gaat het met je? Ja, heel goed, denk ik. Ja. Ja, welkom. Dit is een nieuwe vlog. We zijn dit verder vandaag. Fijn dat het goed gaat, ja. Ja. Dit is mijn hond. Gaat het ook goed mee? Kijk eens, Hugo. Ja, goed zo. Ja, gelukkig. Ja, zeker. Leuk hond, hè? Ja. Ja, heel chill. Ja. Ik heb nog nooit in een vlog gestaan of ik sta sowieso nergens. Niet op tv en ook niet op internet. Dus, Nee, snap ik, ja. Ja, het is wel leuk, ja. En als jullie de president bent van Nederland, wat zou u dan willen veranderen? Oh, oké. Ja, dan vind ik dat elke stad en elk dorp met de bewoners het beleid moet bepalen. We hebben geen politiek nodig. We moeten gewoon als stad en als dorp samen het beleid bepalen door de mensen die erover gaan, vind ik. Zit je op school? Nee, dat niet, nee. Ga je nog een stuk naar school, studeren, iets doen? Werken. Vlogs maken. Oh, vlogs maken. Nou, oké. Dus dan als jij iemand bent die werkt, ja, dat je samen met andere mensen die werken bepaalt hoe het gaat. En niet ergens in Den Haag bepaalt hoe het gaat. Dus dat zou ik echt meteen veranderen. Ik zou mezelf afschaffen. Ja, dat zou ik doen. Ja. Zou ik meteen zeggen, zo jongens, klaar. Heel Den Haag heb ik erop. Ik ga het lekker zelf bepalen. Ja. Ja, en waar ligt het aan, ja, wat u dat zou willen doen? Dat ligt eraan omdat ik niet denk dat de politiek ook maar een klein beetje benul heeft wat er echt gebeurt op straat. Dat er AB-broers bestaan of gewoon alles. Ze weten het helemaal niet. Nee. Weet het niet. En het kost heel veel geld. De overheid kost superveel geld. De politiek kost heel veel geld. Ze weten niet wat het leeft. En ze kunnen ons helemaal niet beschermen. Dat doen ze niet. Beschermen ons niet tegen niks. Nee. Alle alcohol, alle tabakswet, alle drugs, alle suiker in ons eten, alle leugens die verteld worden, maar die niet waar zijn, alle cijfers die niet kloppen. Dus denk nou, als je toch alleen maar dingen doet die niet goed zijn, dan hoef je niet te bestaan. Nee. Toch? Nee, klopt niet wel. Ja, lijkt me. Top 3 beste restaurants? Waar u heeft. Ik ga niet zo heel veel uit eten. Ik ga eigenlijk nooit uit eten. Nee. Snap ik, ja. Wat leuk is de stadskeuken in Arnhem. Dat wordt gerund door vrijwilligers. En dan kun je vegetarisch eten. Maar soms ook vegan eten. En dat is super lekker. Er komen allemaal topkoks, komen daar vrijwillig. Kun je voor 8, 9 euro mega lekker eten. Dat zou ik doen. Ja. Stadskeuken in Arnhem. Ja, lekker. Ja. Maar meer weet ik daar niet. Ja, lekker gerechtig. Ja, heel erg bedankt. Ja, jij ook, hoe heet je? Bekende Adi. Ja, heb en, ook. En mijn echternaam Emre Adi. Emre. Ja, hoe heet u als vrouw? Oh, je hebt de akoestische naam Emre Abi, bekende Abi. Oh, wat lachen. Ja. Nou, ik ben Ellen. Nou, dankjewel Emre. En ik zie je vast volgende week, want dan ga ik ook naar dat feest in Rheden. Oh, leuk. Ik ben al in Ieren geweest. Ja, klopt ja. Nou, goed aan je broer. Ja, zo doe jij. Ja, ik zit heel te kijken, maar ik kijk steeds naar zijn t-shirt. Niet dat je denkt dat ik heel verlegen ben, maar dat is een t-shirt. Oké. Ja. Doeg! Bedankt. Zou u nog wat willen toevoegen aan de vlog en de groetjes? Aan wie zou u de groetjes willen doen? Dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Nee, ik weet het niet. Geef u heel erg bedankt. Okay. Mag ik een vlog zien? Oh, dank je. Groetjes aan u. En, superleuk. Ik ga het wel terugzien. Ja, zeker. Kijkers. Ja, doe het.